Hallo kijkers van DJ Jelly en hartelijk welkom en leuk dat jullie kijken naar deze belangrijke gloednieuwe update op zondag. De avond dat ik waarschijnlijk nog niet thuis ben van de carnavalsoptocht waar ik heb naar gekeken. Maar in deze update wil ik het hebben over het kanaal. Het gaat eigenlijk in deze update meer over de series van het kanaal. Het is namelijk zo dat sommige series het uitstekend doen. Ik heb alles berekend, het totaalviews en het gemiddelde. En niet de mediaan, maar het gemiddelde. Dus dat is nog iets anderser. Maar we gaan het dus vandaag in deze update hebben over elke serie. En te beginnen doen we met LOL in Disneycraft. Maar dames en heren, voordat we officieel beginnen wil ik jullie wat vertellen. Want jullie gaan ofwel dit zien. En als je dit ziet dan gaat de serie verder. Of jullie zien dit. En dan gaat de serie niet verder. Met helaas gaan we dus afzien in van een aantal series. Maar ik waarschuw jullie dus. Dus we gaan nu beginnen met de serie LOL in Disneycraft. En wat ik dus ga doen per serie is, op dit plekje waar jullie nu de totaal views zien staan, zonder getal komt daar altijd totaal views, dan gaat het weg en dan komt op dezelfde plaats het gemiddelde. Dus daar gaan wij nu mee beginnen. En voor Disneycraft is het allemaal zeer, zeer, zeer positief. Met trots laat ik zien dat de totaal views op 968 staat. En het gemiddelde van Lone Disneycraft heb ik uitgerekend en dat komt uit op 38,72. Het is vrij goed. En dan komt nu de beslissing. En dat raad je waarschijnlijk al. De beslissing is de volgende. Natuurlijk ben ik niet zo plan om te stoppen met Disneycraft. Met volle trots gaan wij verder met Disneycraft. Dat is de serie die vanaf volgende week gewoon blijft doorgaan. Om naar serie nummer 2. En het is op dinsdag Eurotruck Simulator 2. En Eurotruck is de tweede beste serie op het kanaal. Met 155 views in totaal. En een gemiddelde van 15,5. En wel een pak minder dan Disneycraft. Maar de conclusie voor deze serie is de volgende. Met spijt in de dag nemen we helaas afscheid van Eurotruck Simulator 2, omdat hem niet zo goed loopt. Als je kijkt naar Disneycraft met bijna 1000 views in totaal en Eurotruck heeft er maar 155 en een gemiddelde van 15,2, ben ik er heel erg teleurgesteld in. En nee, sorry jongens, we gaan niet verder met Eurotruck Simulator, maar we gaan over naar de woensdag. En op woensdag doen wij de game waar ik het slechtste ben, Hunger Games. En Hunger Games heeft in het gemiddelde, ga ik dadelijk pas zeggen, maar in totaal heeft hij maar 81 views. En een gemiddelde van 16,2. Ik vind het eigenlijk nog niet zo goed. Maar er kan nog wel iets uitkomen aangezien er nog maar 5 video's online zijn. Plus, ik ben pas vanaf video 3 echt goed beginnen durven met editen. De conclusie voor Hunger Games is de volgende. En Hunger Games krijgt van mij de goedkeuring om verder te gaan in de toekomst van mijn kanaal. Omdat ik het eigenlijk wel een leuke game vond. Ik heb voorgesteld om Skywars te spelen aan vond. Maar hij zei van nee, dat doet bijna iedereen. En ik dacht van ja, dat heb je wel een punt in. Dus we gaan nu gewoon verder met Hunger Games. Dus we hebben al twee Minecraft series die doorgaan. En we hebben nog één Minecraft serie te gaan. De rest zijn allemaal simulaties. En we zullen zien wat dat zal zeggen voor No Limits 2. En het is ook zo dat No Limits nog maar 2 afleveringen ver zit. En ik heb ook pas van die 2 afleveringen de statistieken genomen. Het is vandaag woensdag. Morgen komt aflevering 3 online. En van die 2 statistieken hebben wij een totaal van 51 views. Voorlopig wel de laagscorende serie, maar daar kan nog iets uitkomen. Gemiddeld 25,5 views. En dat gaat goed. No Limits is een superleuk spel. Daar hoop ik nog meer views op te halen. Daar komen we later nog op terug. Maar de conclusie voor No Limits geldt als volgt. En dit zullen jullie wel gedacht hebben. Ik ga niet na 2 afleveringen of 3 No Limits afleveringen opgeven. No Limits is gewoon een fucking baas spel. En we gaan volgende week om verder met No Limits. En we gaan nu naar de vrijdagserie. En dat is Brothers in Arms. En dit is eigenlijk een serie wat ik wel een leuk spel vind. En daarom heb ik dus ook de statistiek. Ik ben er goed mee begonnen omdat ik een heel leuk spel vind en het is wat anders. De statistieken zijn de volgende. Totaal views op de 5 of 6 afleveringen. Ik denk 5 afleveringen, nee 6 afleveringen die online zijn. Dat is 62 views. Maar het gemiddelde van die 62 over die vijf is maar 14,4. En dat is dan ook weer de laagscorende gemiddelde van mijn kanaal. En ja, misschien weten jullie misschien allemaal niet. De meeste mensen weten misschien nog niet wat er nu gaat gebeuren, ja, wat er wel gaat gebeuren, maar hoe het met deze serie gaat aflopen, dat zullen jullie nu zien.
Helaas, dames en heren, er komt een einde aan Broken Arms. Het is een leuk spel, vind ik zelf, maar het scoort niet echt goed. Laagste gemiddelde maar van 14,4. En daar ben ik niet echt blij mee. En het is zelfs eigenlijk Euro Truck ook maar 15,5. En vandaar vallen er al twee simulaties uit. Op naar zaterdag. En op zaterdag spelen wij een lievelingsspel mee. En dat is het volgende spel. Rollercoaster Tycoon 3. Een leuke spel. Ik vind het echt een superleuk spel om te spelen op mijn kanaal. En ook zo voor buitenaf eens een keer te spelen. Maar de cijfers liggen er ook niet om. Ik ga ze laten zien. Het totaalview staat voorlopig in de 5 afleveringen die ik geteld heb op 108. En het gemiddelde daarvan is 21,6. En de conclusie. Het besluit voor Rollercoaster Tycoon is het volgende. Ik was sowieso nooit van plan om afscheid te nemen van dit leuke spel. Dus wij gaan daarmee verder met ons naamloos park. Waarvoor jullie nog altijd een naam mogen achterlaten in deze video. Eventueel anders in een andere rollercoaster video. Ik zie het wel. En dan gaan we over naar de laatste serie. En het is Survival in Disneycraft. En Survival is een heel erg leuke serie die ik heel erg leuk vind. De views zijn in het totaal, dit is de derde best scorende serie, maar in het totaal met 117 views en dan een gemiddelde van 35,4. Maar ik was dus eigenlijk al aan het uitzippelen hoe we het gingen doen. En het is dus als volgt, dit is mijn besluit voor Survival in Disneycraft. Helaas, dames en heren, Survival gaat ook stoppen. Maar dat heeft een reden, anders komt het niet echt symmetrisch uit op mijn dingen. Maar het schema gaat dus ook een hele wijziging krijgen. En we gaan even overbeteren naar een zwart scherm. Waarom niet? Zo'n zwart scherm, maakt niet uit. Maar we gaan dus even het schema overlopen. Op maandag gaat door Lol in Disneycraft. Op dinsdag niks. Op woensdag Hunger Games. Op donderdag niks. Op vrijdag No Limits. Op zaterdag niks. En op zondag Rollercoaster Tycoon 3. En dan beginnen we terug op maandag met Disneycraft. En zo gaan we weer verder. Dus op dinsdag, donderdag en zaterdag is er niks. Eventueel komt er dan een extra videotje online als ik een keer heb. Dat zullen dan wel bekwame speedbuilds zijn of updates. En ja, jullie hebben het dus gezien. Niet vier. Drie series gaan weg. ETS 2, Eurotruck zeg maar. Eurotruck, Rotters en Survival stoppen. Dat zijn dus de dinsdag, dinsdag, vrijdag en de zondag normaal. Alles schuift dus een dag op met het uploaden. Behalve Lolles blijven staan. Hunger Games blijven staan. Alleen, No Limits is een paar dagen opgeschoven. Is één dag opgeschoven. En ook Rollercoaster is één dag opgeschoven. Nou mensen, hartelijk dank voor het kijken naar deze belangrijke update. Jullie weten dus waarmee wij in de krokusverloop verder gaan. En ik zou zeggen, geniet morgen van de Lol in Disneycraft. Dus, tot.